Goedemorgen, luisteraars. Hier is hij dan weer, dik voor elkaar. We beginnen iets vreemdsoortig vanmorgen. Dan komt de groot is er nog niet en die heeft de tune bij hem. Dus daar moeten we even op wachten. De man is weer te laat. Ja, belachelijke zaak. Die is geen begin op die manier. Maar ja, ik moet daar hoor ik hem aan komen, geloof ik, in de verte, als het goed is. Ja, we zijn er. Wat was je nou, toch een belachelijke zaak? Wie komt er nou zo laat binnen? We zijn al een ruime minuut bezig. Waar is de tune? Heb je de tune al bij je? Nou, schiet dan alsjeblieft op een belachelijke zaak, de man. Op. Zet die tune op, dan kunnen we eindelijk beginnen. Die idiote zaak natuurlijk weer. Hè? Sorry, al luisteraars, zo groot is even te laat. Dus daardoor is even te laat begonnen. Maar nu gaan we dan toch beginnen. Sorry. Ah ja, het staat hoor. Param, param. Bam. Nou, je had het al begrepen, hè? De dik voor mekaar show! Ja, la. Goedemorgen, luisteraars. Wederom in de lucht. Na een kleine onderbreking zijn we dan wederom na een week van hard werken weer te beluisteren. Wederom via Hilversum 3. 3. Nou, luisteraars, dan gaan we weer beginnen met een oude gewoonte. U weet hoe het gaat. In het begin beginnen we altijd met het begin. En ik heb er ook een leuke gamme voorplaat voor u uitgezocht. En dan gaan we nu eerst niet naar luisteren. There's a sharp flash of lightning on the phone. Hold on, that's too bad. The ocean pounds in fury on a bar that fights against it all alone. Keep on, that's too bad. She goes down.
Nou, geen idee wat het was. Het was in ieder geval een hoop herrie en dat alweer zo op de vroege morgen niet te geloven. Nou ja, duidelijk weer een keuze van de groot. Belachelijke zaakman heeft maar weer een tas vol gegooid toen hij thuis wegging. Dat gaat, man kijkt niet eens wat hij opzet. Kijkt of het de vorm van een plaat heeft en zet het op. Nou ja. Luisteraars, ik heb hier naast mij zitten meneer Co Kogel. En Co Kogel die is al 2,5 jaar in hongerstaking. Meneer Kogel, hoe is het ermee? Nou, ik kan u zeggen, ik kan geen pap meer zeggen. Zo, u heeft honger. Ja, dat wel. Dus u zou bijvoorbeeld best een lekker kippetje lusten. Stil, praat u alsjeblieft niet over eten. Alsjeblieft niet over eten, maar dat kan ik niet eigen. Hoe die, neem je die kwalijk? Sorry hoor. Wat was uw werk? Ik bedoel, wat deed u eigenlijk voor de kost? Zo, meneer, praat u nou alsjeblieft niet over kost. Dat herinnert me iedere keer aan eten. Ik word er zo moe van, meneer. Ja, pardon, neem je die kwalijk. Het ligt zo in de mond, hè? Ja, het zal moeilijk worden, want ik heb van een dergelijk gesprek heb ik eigenlijk geen kaas gegeten, hè? Ja, stil nou alsjeblieft. Waarom doet u nou weer eens een keer? Ja, ik bedoel, ik wil niet dat u denkt dat ik de gebraden haan probeer uit te halen. Sorry, niet meer kwalijk. Ja, ik ben ook eenmaal een rare druif. En ik probeer geen zoete broodjes. Ik probeer erachter te komen wat voor vlees ik in de keuken. Ik bedoel gewoon dat het geen vlees en geen vis is, maar ik zeg, nou ja, ik bedoel, gewoon... Hey, gaat u nou alsjeblieft weg, ik kan u niet meer zien en niet meer horen. Ja, maar mijn interview dan? Laat maar, meneer. Ik heb al gegeten en gedronken, weet u dat? Maar hoe kan dat nou? U bent toch in hongerstaking? Meneer, ik heb mijn buik ervan vol. Oh, nou begreep ik het. U bent in verwachting. There goes my baby with someone new. She sure looks happy, I sure am blue. She was my baby till he stepped in. Goodbye to romance, that might have been. Bye-bye love, bye-bye happiness. Hello loneliness, I think I'm gonna cry. Bye-bye love, bye-bye sweet caress. Hello emptiness, I feel like I could die. Bye-bye my love, goodbye. I'm through with romance, I'm through with love. I'm through with counting the stars above. And here's the reason that I'm so free. My loving baby is through with me. Bye-bye love, bye-bye happiness. Hello loneliness, I think I'm gonna cry. Ook voor mij voor een plaat kan niet meer jeugd gebeld bij baan. Ja, luisteraars, zo in onze rubriek Mensen en hun Hobby's heb ik hier naast mee zitten bekende man en imitator, namelijk Hans van Blusboten. Goedemorgen, meneer van Blusboten, welkom in de studio. Ja, onze eerste vraag, hoe lang imiteert u al? Nou, eigenlijk vanaf dat ik ermee begonnen ben. Ja, en hoe lang, wanneer bent u ermee begonnen? Nou, dat was ongeveer vlak voor het begin. Interessant, interessant. Wat ik vragen wou, hoeveel imitaties, wat is dat de groot? Ik wou even een handtekening vragen. Een handtekening van mij? Van meneer Blus. Meneer Van Blus moet even een handtekening, dat is die Oen van nummer 8.
Nou, dat kan wel even, dat u er geen bezwaar tegen hebt. Waar moet die op? Hier. Op die krant, hier. Nee, hier. Waar zo? Op de rand van de krant, ja. Heb u een pen dan? Ja, potloodje. Potloodje. Nou, ja, er zit geen punt aan het potloodje. Zo kan ik niet, er zit geen punt aan, misschien. Zal ik even slijpen dan? Ja, de grond gaat dat even doen, hè? Ga er een punt aan slepen, belachelijke man. Midden in een interview komt er een handtekening. Hier, hoor even, man, zoek de punt te slepen. Nou, luisteraars, niet op reageren. Gewoon, let even op mij, ja. Wat ik vragen wou, hoeveel imitaties kent u eigenlijk, meneer Van Blusboeten? Nou, ongeveer kan ik hem niet zeggen. Ik moet schatten. Ik denk, nou ja, dat is moeilijk te zeggen, maar ik denk, nou, dat zal toch gauw. Eens kijken, dat loopt toch wel tegen de ongeveer stuk of twee. Stuk of twee? Nou, we zijn zeer benieuwd. U gaat een paar imitaties voor ons brengen? Ja, dan wil ik allereerst graag voor u gaan imiteren Johan Cruijff. Dat is leuk. Ja, en dat is... ik imiteer Johan Cruijff terwijl hij imiteert Lou Bendy. Het is dus een zogenaamde dubbelimitatie. Ik heb dus eerst gewoon de enkele imitatie gemaakt, maar dat vond ik... daar was ik gauw op uitgestudeerd. Maar ik vind persoonlijk de dubbel imitatie vind ik prettiger om te doen. Daar gaat hij dan dus. Ik maak dus de dubbel imitatie van Johan Cruijff, die imiteert Lou Bendy. Daar gaat hij. Zoek de zon op, het is zo ben. Want een beetje zonneschijn, dat moet er zijn. Staat wel en de zon behoort niet uit te heen. Maar als de motor op je hoofd en blijft, dan blijven dan maar liever uit. Ja, is leuk hoor, heel leuk. De groot, wat moet die emmer er nou bij steeds? Voor de galm. Voor de galm? Oh, man staat ineens met een emmer hier bij de microfoon. Oh, u heeft galm op uw stem. Oh, dat is leuk, dat hoor ik hier niet. Dan nu graag mijn tweede imitatie. Mijn tweede imitatie, daar is... Wat zei u? Oh, u heeft een vulpen, dat is ook goed. Even de handtekening zetten op de krant weer. Ja, de vulpen is leeg. Hij doet het, misschien dat u hem even kan vullen, dan kan ik een handtekening. Dan intussen, dames en heren, wil ik graag voor u gaan imiteren Willy Alberti. Willy Alberti, dat is heel toevallig. Ja, de groot, een beetje rustig met die emmer. Willy Alberti, dat is interessant. Willy Alberti, en dat is toevallig mijn favoriet. Ja, en ik imiteer hem dus dat hij ook Lou Bendy imiteert. Daar gaat hij, dus weer een dubbel imitatie. De groot, niet te dicht bij je, die emmer. Ja, dat is goed. Zoek de zon op, het is zo fijn. Want een beetje zonneschijn, dat moet er zijn. Dat wel en de zon nog niet altijd. Maar als je boter op je hoofd en blijft, we dan wel liever uit. Prachtig! Ja, de groot. Nou ja. Niet op reageren, luisteraars. De groot weer. Laat de emmer vallen. Dat was... Wat doe je nou weer, de groot? Ik ben een vulpen aan het vullen. Hoor even, man, is een vulpen aan het vullen alsof de Niagara-waterval loopt. Doe toch niet zo belachelijk, idioot. Dat is wel dicht. Hier, luister even, technici worden ook in paniek. Man staat zijn vulpen te vullen bij de kraan. Nou ja, laat maar gaan, niet op reageren. Ik vond de vorige imitatie leuk en leek veel op de andere, maar niettemin heel treffend. Kent u ook nog andere imitaties dan mensen die Lou Bendy nadoen? Jazeker. Tot slot wil ik dan graag voor u brengen een originele imitatie van niemand minder dan de grote kleine man. Ah, Louis Davids? Nee, Lou Bendy. Zoek de zon op, het is zo fijn. Want een beetje zonneschijn, dat moet er zijn. Dat zal het de zon behoor niet houden. La grande ville, mange la ville. La grande ville mange la vie. Marie si belle, Marie Vaisselle, Marie Chandelle, plume d'hirondelle. Leur sang colline, leur en cuisine, Marie sans phare, leur de brouillard. Si on chantait, si on chantait, si on chantait, si on chantait, la 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 la, si on chantait, la
Ce qui me peine n'est pas que je t'aime. Le temps se lasse, le cœur efface. Parmi les femmes, pourquoi le taire? Celle qui te ressemble, je les préfère. Marie divine, sans mousseline, dans ta cuisine, je t'imagine. Si on chantait, si on chantait, si on chantait, la 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 la, si on chantait, la 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 la, si on chantait, la 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 la, Marie divine, si on chantait, 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 la 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 la, si on chantait, la 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 la, si on chantait. Ja, luisteraars, dat was dan, wie ik veel, zijn ten. Nou, luisteraars, dan is het nu weer tijd. Ah, dan komen de vertrouwde geluiden weer aan, luisteraars. Ja, 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 ja. Alles eventjes. Luisteraars, het is weer pak een beet. Pak een beet, ongeveer. Man, ongeveer. Klokje staat stil. Maar klokje staat stil. Het is weer tijd voor hobbykwartier. Hobbykwartier. Presentatie Dik voor elkaar. Ja. Je hoort dat die man dat mooi weer is, hè? Zo, luisteraars, dat is even... Hoor even, de groot zoekt even een plank en een zaag. De groot is even bezig boven, luisteraars. U hoort het misschien. Luisteraars, dat zijn we dan weer. En deze week gaan we weer iets zeer interessants maken. Hier is dan weer uw cursist. Dik voor... Nou... Idioot, kom daar beneden. We zijn al in de uitzending nog rood. Hier is dan weer uw cursist, Dik voor me, ik bedoel uw leraar, Dik voor mekaar. En deze week, luisteraars, gaan we iets zeer interessant maken. Wij gaan namelijk maken een brievenbus in de deur. Ja. Kijk, dat zijn interessant. Wat is er nog rood? Ik heb geen zaag, maar wel een plaat van Rod McKeown. Nou, dan zet je een plaat van Rod McKeown. Gewoon zaaggeluiden moet ik hebben. Kan me niet schelen hoe je het maakt. Hallo luisteraars, daar zien we dan weer. We maken dus deze keer een brievenbus in de deur. Nou, wat hebben wij daarvoor nodig? Allereerst hebben wij daarvoor nodig een deur. Een deur is zeer belangrijk. Wat doe je nou, de groot? Zit toch niet zo stom op je hoofd te krabbelen? Wees nou even rustig hier, zo midden in een uitzending. Hallo luisteraars, we hebben daar allereerst voor nodig dus een deur. En ten tweede hebben wij daarvoor nodig een zaag. Nou, ik heb dat allemaal hier bij me liggen. En dan gaan we natuurlijk... Allereerst leggen we dan de deur leggen we hier plat op tafel neer, luisteraars. Die heb ik hier dan dus liggen zo. En nou is het de bedoeling dat er dus in het midden van de deur komt dus als het ware een gleuf. Nou kunt u het beste gewoon daarmee in het midden beginnen met de zaag. Ik begin dus nu te zagen. Ja, voortreffelijk. Heel karwei nog hoor. Jongen, jongen, wat valt die mee? Hork welk. Gewoon even doorgaan, nietwaar. Zo. Hier. Bam. Zo, tot zover. En dan nu draaien we de deur om ook aan de andere kant de gleuf te krijgen. Want de gleuf moet wel door en door natuurlijk, hè. Dus dan zagen we aan deze kant ook even aan beide kanten in. Die gaan we weer. Jongen, jongen. I'm in the mood for love. Arbeidsvitamine, nietwaar. En zo gaan we maar verder. En verder. En verder en verder. Zo. Tot zover. Nou. En dan heb ik... Ja. Oeh. Ja, dat is... Dat is dom. Dat is dom, luisteraars. Ik ben... Ik heb de tweede keer aan de verkeerde kant gezaagd. De deur is nu doormidden. Dat is dom. Ja, dat is een klein foutje, luisteraars. De gleuf is iets uit de hand gelopen. Nou ja, daar hebben we een leuke een onderdeur en een bovendeur. Dat is modern tegenwoordig, hè, bij de boer.
Ja, ze voelen zich allemaal weer fijn. Nou, luisteraars, dan is het nu tijd geworden voor een verzoekje. We hebben een verzoekje gekregen, namelijk om de plaat van Gert Timmerman. En de plaat van Gert Timmerman, en die is getiteld Brandend Zand en Nergens Water. Brandend zand en nergens water. Brandend zand, dit leven is voor hem een hel. Want zijn land moest hij verlaten, omdat hij de vlucht nam uit een kille cel. Hallo. De draaitafel vliegt in de brand nu. Brandend zand, nergens water en de hele zaak staat gelijk in vuur. De grootwater! De groot, help even plukken, de hele brand, de hele boel brandt, de hele draaitafel staat in de hens. Schiet al op, man. Gooi nu even de... Man moet op de gemakken hebben, vallen. Schiet nou op en zet die achterlijke helm af met een zwart. Met een zwaailicht, man, met een grote. Slaat nergens op, ja, moet nou! Zo! Geblust, nou, dat was op kantje, zeg. Poepoe. Dat is niet zo mooi wat er is gebeurd. Nou ja, luisteraars, niks aan te doen. Dan doen we het met één pick-up minder. Nou, dan gaan we nu eens kijken wat we nu gaan doen. Ah, natuurlijk, dan vergeet ik bijna natuurlijk. Het is weer de hoogste tijd voor de prijsvraag. Juist, de prijsvraag. Nou, luisteraars, dan gaan we eerst eens beginnen met de vraag van deze week. Mami, waar ben je? De grootoom, die vraag hebben we al 3 weken achter elkaar. Stel nou eens een gewone normale vraag, idioot. Man zit steeds dezelfde vraag te draaien. Gewoon de nieuwe vraag van deze week, luisteraars, die komt er nu aan. Hoor even, man zet een vraag op, niet te geloven, hè. Nou, komt die nog of komt die niet? Wat gaan we doen? Dat is de vraag van deze week. Wat gaan we doen? Nou, luisteraars, weet u daar een leuk origineel antwoord op, dan kunt u ons bellen. Dat is vlug. Ogenblik. Hallo? Voor elkaar. We gaan naar München. Nee, dat is fout geantwoord. We gaan niet. Nee, dat is fout. Sorry, neem me niet kwalijk. Ja, met voor elkaar weer. Hier, voor die oude groot. Wat je eet vanavond. Voor elkaar. Komt u vlees? Ja. Nee, dat is... Wat zegt u? Okay, wat gaan we doen? Ja. Dat zien we morgen dan wel weer. Nee, dat is ook fout. Sorry hoor. Luisteraars, intussen wil ik ook nog graag even de oplossing geven van de vorige... Pak even aan de groot. De oplossing van de vorige week. De oplossing van de vorige week hebben we diverse antwoorden op gekregen. Wie gaat er een wandeltocht maken? Nee, wat gaan we doen? Oh, prima, ja. Luisteraars, dan heb ik hier antwoorden gekregen. Hier heb ik een antwoord gekregen van iemand uit Groningen. En die zegt, indien ik de derde prijs win, mag ik dan het 2 maand gratis 008 bellen aan mijn broer overdoen. Ik heb namelijk geen telefoon, dat mag altijd natuurlijk. En zijn antwoord is, waarmee? Hoe gaat het ermee? Waarmee? Dan heb ik hier nog een antwoord gekregen. Waar ben je nu in mijn vel? Dat is ook een hele leuke. Die is van Sander van Roeden uit Arnhem. Heel leuk gevonden ook, Sander. En dan heb ik hier nog een antwoord gekregen van... even kijken. Nee, daar staat helemaal geen antwoord op. Dat is ook leuk gevonden. En hier, het gaat net goed genoeg om mij in staat te voelen. Een brief. Pak nu even aan, toch? Een brief te sturen naar Dick voor elkaar. Nou, ik vind het allemaal leuke, originele antwoorden. De eerste prijs is... dat goed? Wie? De grote schoonmaak doen, is dat goed? Wat kan mij dat nou schelen? Ik zit midden in een uitzending. Hallo? Ja. Luisteraars, op het ogenblik zit ik dan midden in de telefoons. En wij gaan eruit. De eerste prijs is voor de eerste prijswinnaar. En de tweede voor de tweede. En de derde voor de derde prijswinnaar. Nou, dat wordt hoog niet. We gaan er hoog uit, luisteraars. De tune gaat weer beginnen. We gaan eruit. Dit was de Dik voor Mekaar show. Graag tot volgende week, luisteraars. En intussen rinkelen hier de telefoons door aan alle kanten. En de groot neemt ook weer aan. Ja, luisteraars, dit was Dik voor Mekaar. Goedemiddag. Ja, met voor elkaar. Voor elkaar.